Ruud, 0-1 overwinning bij NEC. Zwaar bevochten, denk ik. Zeker zwaar bevochten, maar wel verdiend, denk ik. Ik denk dat we de intensiteit die we in deze wedstrijd gelegd hebben, hoe hard iedereen voor deze drie punten gewerkt heeft, denk ik dat het verdiend is. En dat af en toe niet zo mooi was, dat nemen we dan voor lief. Het gaat uiteindelijk om de punten, die hebben we hard nodig. Dus we verdienden hard werken en de overwinning. Oké, en even tussen ons, was het een corner of was het een doeltrap? Nee, het was een corner. Dat is niet zo moeilijk. De scheidsrechter floot af en toe voor, af en toe tegen. Ik denk niet dat hij voor één ploeg was. Maar op het belangrijkste moment hebben we hem meegehad. Want uiteindelijk daarna, uit die aanval, scoren wij de 1-0. Dus dat is een vrij beslissend moment geweest in deze wedstrijd. Zelf was je heel belangrijk met veel goede renning. Welk gevoel sta je? Ja, met een voldaan gevoel, maar ja, daar sta ik eigenlijk al 3 weken. In 3 weken hebben we goede tegenstanders gehad. We hebben nu 4 tegenstanders gehad, 3 keer de 0. Ik denk dat het ook wel vertrouwen geeft aan de ploeg. We krijgen ook wat doelpuntjes voor. Het begint ook langzamerhand een beetje te lopen. Dus ik denk dat het vertrouwen in heel de groep stijgt. En dat je kan hier niet met een ontevreden gevoel staan als je 3 punten meeneemt uit Nijmegen.